De eigenaar van een voormalige Maasglasfabriek is veroordeeld tot het herplanten van 330 bomen. Daarnaast moet hij €500 per boom aan boete betalen voor elke boom die illegaal is gegooid. Volgens de gemeente Tiel zijn er in maart dit jaar ruim 1500 bomen illegaal gekapt. Van Bentum, de huidige eigenaar van het terrein, gaat tegen de uitspraak in beroep.